Maar goed, dit is dus het veel gezochte dossier. Dit is het dossier wat onder andere kwijt zogenaamd is geraakt door een bepaalde offensieve justitie in Nederland. Ik heb zo'n idee dat er nog wel iets mist, een paar fotootjes of zo, maar ik denk dat dit op zich vrij compleet is voor 99%. Kun je kort weergeven waar het over gaat? Nou, dit is dus een officieel politiedossier. Dat is van een CTI-afdeling. Dat is zeg maar, komt een beetje in hetzelfde als de TCI. Dit gaat in verband met de moordopdracht op Ken. En het gaat ook onder andere over drugstransporten vanuit Colombia, Ecuador, Costa Rica en Brazilië. Komt jouw naam hier ook weer voor? Mijn naam staat zeg maar genoteerd als een nummeren clave, zo zeg maar een geheime naam. En kun je dat aangeven waar die staat? Dat staat hier, hierboven. Dat staat onder de naam Cornel de Jager. En hoeveel identiteiten heb je? Ik heb totaal hier in Colombia en in de Verenigde Staten heb ik 4 identiteiten. En waarom? Om mijn persoon ook te beschermen en eigenlijk meer mijn gezin.